Nou, we staan hier op het busstation om de bus te nemen naar Pinkpop. En die bus is te laat, dus. En jij weet, die vindt het grappig foto's van mij te maken. Jezus. Oké, het is heel vroeg en we zijn heel moe. Later. Oké. Groepen groter dan 15 zelf op zo'n plaats. Nou, we rijden van het station. We gaan allemaal dood. Van deel 1. Ja, goed. Oh my god. Je kunt het niet zien, maar oké. We gaan wel dood. We gaan niet naar Heerenveen, we gaan naar Pinkpop. En dan hopen dat we in een goede bus zitten, want straks gaat deze bus opeens heel erg landen zijn. Ik heb een kaartje gecontroleerd en had mijn lijst tot mijn naam op, dus. Ja. Ik ga ervan uit dat het niet zomaar mijn naam op een lijst heeft. Was het niet Pinkpop met een C? Of Pinkpop met PH? Ja. Dat zou lullig zijn. Voor mij is gewoon een Al-Qaeda strijder die... Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval zijn we straks waarschijnlijk op een Pinkpop. Happy day! En toen gebeurde het onvermijdelijke. We kwamen in de file te staan. En werden ingehaald door... hoe heet zo'n ding? Rollatorfoutjes. Dat is een perfect deel. Dat geeft wel aan hoe sneu het is dat wij zo laat zijn. Verkeerfout. Waarom gaat hij allemaal wel door? Nou, we stappen hier uit. Dus we zijn er. Anderhalf uur te laat. Oké, we lopen nu op de weg richting de ingang. Vrolijke muziek van 30 Seconds to Mars te horen. Inmiddels overstemd door het geluid van helikopters en auto's. En ik heb al de hele tijd mijn telefoon in mijn hand. Oh. Nou, hier dan. Eindelijk Pinkpop. Zoals jullie zien is het heel druk. Ja, en ik ben mijn stem kwijt. Op het podium staat Wolf Mother op dit moment. We hebben al twee bands gemist omdat de bus te laat was. En dat zuigt. En we gaan nu Chris daar proberen op te zoeken, denk ik. Wat vast heel erg makkelijk is. Thank you.
Oh shit, ik voel me er niet bij.